De oplettende marktplaatstreiner heeft het misschien al opgemerkt. Enkele spullen van museum 4045 stonden op marktplaats. Het museum moet opruimen omdat er te veel spullen staan. En het museum moet moderner worden. Het vorige bestuur was er alleen al mee begonnen. Ja, er was iets op marktplaats terecht gekomen. Daar kwam ik na een maand achter, anderhalve maand. En toen hebben we als het nieuw bestuur, er is inmiddels een nieuw bestuur aangetreden, gezegd dat kan dus niet. Dus dat hebben we gezegd, moeten vanaf. De vrijwilligers wilden volgens de voorzitter weten wat de marktwaarde was van een bepaald object. Het was dus niet de bedoeling om ze aan een gewone burger te verkopen. Tijdens het ontspullen zullen verschillende items naar andere musea gaan. Als de museumstukken niet geruild worden, moet het museum volgens de voorzitter wel weten wat de waarde is van een bepaald object. Legitiem is het niet, maar je wil een museum zijn en geen handelshuis. Om te bepalen wat er wel of niet kan blijven, is er een hele selectieprocedure nodig. De spullen die zogenaamd overtollig zouden zijn, die worden door de eerste selectiecommissie worden ze beoordeeld. Dan worden ze nog herbeoordeeld om te kijken van waar hebben we het nu over? En als er dan spullen bij zijn waar we zeggen van nou, het is absoluut niet geschikt voor dit museum, omdat het nu eigenlijk hier niet thuis hoort, moet je daarnaast afvragen of het wel museale waarde voor een ander nou, die vraag die zetten wij naar andere musea's uit. Want er zijn nog meer Ollersmuseums, of 40, 45, hoe ze, hoe ze zichzelf ook noemen. En daar wordt de vraag gesteld: wij hebben wat, kunnen jullie het gebruiken? Zo heeft een museum uit Friesland al een uniform opgehaald. Het kledingstuk kwam oorspronkelijk ook uit die provincie. Maar hoe is het dan hier terechtgekomen? Ja, dat weet ik ook niet. Het is ooit eens een keer uh, hier terechtgekomen via uh, uh, giften, schenkingen. Uh, 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 spontaan neergezet, want we hebben hier ook dozen staan, daar weten we de totale herkomst niet van. En we hebben heel veel spullen staan waar we dus uh, een, een overeenkomst voor hebben. Dat kan een schenking zijn, nou, schenking is weggegeven. En dat kan ook zijn dat dat een uh, bruikleen is. Nou, bruikleenstukken die blijven in huis, altijd. Als we van sommige spullen meerdere exemplaren hebben, wordt er naast het ruilen met andere museums nog verder gekeken. Dan gaan we besluiten: het mooiste zetten we neer, en het andere gaat in het depot. Dat gaan we niet wegdoen. doen, blijf En het blijft een, een uitwisselbaar item wat je dus na verloop van tijd kan uit, uitwisselen. Ja, dus niks wordt weggegooid. Eh, er wordt niks weggegooid. Alles dus om het museum in een modern jasje te gieten. Vanaf eind oktober zal er ook een pilot te zien zijn van de nieuwe inrichting. Voor nu is het museum in ieder geval nog volop bezig met het sorteren en uitzoeken van alle spullen.